is weer tijd voor een verhaal. Van Dick Bruna, 1, 2, 3. En rond en rond en Doremi. Voor jou en mij. Voor jou en mij. Lange oren, witte snoet. Dat is Nijntje, kijk maar goed. Ronde oogjes, zwart als rood. Stout of zoet. Nijntje, Nijntje, kom maar gauw. Ik hou van jou. Nijntje in de speeltuin. Op een dag, zei vader Pluis, zullen we naar de speeltuin gaan? Oh ja, riep Nijntje. Leuk! We gingen met de auto. Na een poosje riep Nijntje, we zijn er, ik zie de speeltuin al. En ze holde vooruit. Hoi, hoi! Ze ging lekker schommelen. Je kon er wel op zitten, maar Nijntje bleef liever staan. Daarna ging ze naar de ringen. Dat vond ze ook wel leuk. Maar nog veel leuker vond ze de rekstok. Kijk maar. Wat kun je dat goed, Nijntje? Riep moeder Pluis. Er was ook een klimboom. Daar klim ik in, dacht Nijntje. En ze klom tot de hoogste tak en toen weer naar beneden. Toen was de glijbaan aan de beurt. Dat gaat hard, riep Nijntje. Hoi, hoi! Hoi, hoi! Hoi, hoi! Het lijkt wel of ik vlieg. Kijk, Nijntje, een wip, riep vader Pluis. Zullen we dat samen doen? Maar vader Pluis was veel en veel te zwaar. Er was ook een ding waar je heel goed op springen kon. Dat heette een trampoline. Leuk, dacht Nijntje. Van al dat spelen hadden ze wel dorst gekregen. Toen haalde vader Pluis voor alle drie een lekker glaasje limonade. Het was tijd om naar huis te gaan. De tijd was omgevlogen. Het was een fijne dag geweest. En toen viel Nijntje Pluis in slaap. Oh kijk, een circus tent met rood en gele vlaggen. Wat zou er allemaal gebeuren? De
Daar heb je de directeur. Wat een mooie snor heeft die. Kom binnen, roept hij. Het circus gaat beginnen. De muzikanten staan al klaar. Rom, bom, bom, doen de trommels. Tetter, tetter, tet, de trompetten. Daar zijn de circuspaarden. Wat zijn ze prachtig? En wat lopen ze mooi? En kijk, een aap op een fiets. Hoi, hoi, roept hij. En hij zwaait met zijn arm. En een grote olifant. Die klimt zomaar op een klein tonnetje. En kijk, nu gaat hij langzaam zitten. De clowns maken iedereen aan het lachen. Wat een grote voeten hebben ze. En kijk, 6 echte leeuwen. Wel een beetje eng hoor. En een van de leeuwen brult heel hard. Grom. De zeeleeuwen kunnen hele mooie kunstjes maken. Ze kunnen een bal op hun neus houden. En trompet spelen. En kijk, een koordanser. Iedereen houdt zijn adem in. Heel voorzichtig loopt hij over het koord. Oei, daar valt hij bijna. En daar zijn de circuspaarden weer. Het zijn de mooiste paarden van de hele wereld. Is voorbij. Dag allemaal, roepen de clowns. De muzikanten maken weer prachtige muziek. De directeur roept tot volgend jaar. Nijntje in de dierentuin. Op een dag zei vader Pluis, Nijntje, ik heb een leuk idee. Het is lekker weer, we gaan naar de dierentuin. Hoi, hoi, riep Nijntje, de dierentuin, dat vind ik fijn. Maar is dat niet erg ver? Hoe gaan we daar naartoe? Ze gingen met de trein. Het was een lange trein en hij reed heel hard. Nijntje zat voor het raam. Ze reden wel een uur. De trein stopte voor de dierentuin. We zijn er, Nijn, zei vader. Loop maar achter mij aan. Ze liepen door een lange laan waar papegaaien zaten. Ze riepen heel hard, ha, die Nijntje. Want papegaaien praten. Ze zagen ook een leuk paard met strepen.
Dat is een zebra, zei vader. Leuk hè, Nijn? Oh kijk, een kangeroe met een zak in haar buik. Daar zit haar baby in. Wat handig, dacht Nijntje. En een olifant. Een grote, dikke olifant. Zijn slurf was zo lang dat hij daarmee stukjes brood van de grond kon pakken. En hoog in een boom hing een aap met één hand aan een tak. Hij schommelde en hij schommelde en hij viel niet. Dat was knap. Kijk, twee giraffen. Wat een lange halzen hadden die. Wat zal het lang duren, dacht Nijn, voordat het eten in hun buik zit. Aan het eind van de dag mocht Nijntje op een schildpad rijden. Zo zou ik best naar huis willen rijden, zei Nijntje. Maar vader Pluis zei, dat duurt veel en veel te lang, Nijn. We gaan maar weer gewoon met de trein. En in de trein viel Nijntje in slaap. Ze droomde van alle dieren en alle dingen die ze in de dierentuin gezien had. Droom maar lekker, Nijntje. De matroos. Er was eens een matroos. Hij was niet klein, maar ook niet groot. Zijn naam was Jan de Zeeman. Hij droeg een wit matrozenpak en een witte matrozenmuts. Hij had een eigen boot. Daarmee ging hij uitvaren. Daar hield hij van. Hij voer langs de vuurtoren naar de zee. Hij voer wel 7 uur. En weet je wat hij zag? Een grote, dikke, zwarte walvis. En er spoot water uit de walvis. Verder en verder ging de boot. Want de matroos wordt nooit moe. Hij kwam bij een eiland. En weet je wie daar woonde? Een Eskimo. En de Eskimo zei, wat gezellig Jan dat je bij ons langskomt. Kijk, daar was de vrouw van de Eskimo. Ze droeg haar kind op haar rug. Wat handig, dacht Jan. Ga je mee naar huis, Jan? Vroeg de Eskimo. We gaan met de slee. De slee werd door honden getrokken. En weet je waar ze woonden? In een huis van ijs. Een iglo heet dat. Wat prachtig, zei Jan. Hebben jullie dat zelf gebouwd? Ja hoor, zei de Eskimo. Kom maar gauw binnen.
Ze maakte een vuurtje. Het werd lekker warm in de iglo. En Jan mocht blijven eten. Ze aten soep met brood. Na het eten brachten ze Jan weer terug naar zijn boot. Goede vaart, Jan, riepen ze. Bedankt hoor, riep Jan. En tot ziens. En Jan hield zijn vingers aan zijn muts, zoals een matroos dat doet. En hij voer terug naar huis en dacht aan de walvis en aan zijn vrienden, de Eskimo's. Nijntje gaat kamperen. Nijntje gaat op avontuur. Dag moeder, zegt Nijntje. Ze gaat kamperen met haar vrienden Boris en Barbara Beer. Zij weten alle goede plekken in het bos. Maar deze keer willen ze in de heuvels achter Nijntjes huis kamperen. Ze moeten heel lang omhoog klimmen en de rugzakken zijn erg zwaar. Maar Nijntje is een sterk konijntje en het lukt haar om Boris en Barbara bij te houden. Boven op de heuvel hebben ze een prachtig uitzicht. Het is lente en ze zien overal mooie bloemen. In de lucht vliegen vogels en vlinders. Zullen we hier kamperen? Vraagt Nijntje. Ik denk dat het te veel waait boven op de heuvel, zegt Boris. Als we onze tent iets lager in het dal opzetten, hebben we geen last van de wind. Dus lopen ze nog een stukje verder naar beneden. Nijntje wordt wel een beetje moe. Zullen we hier onze tent opzetten? Vraagt Nijntje. Ik ben bang dat het hier te steil is om onze tenten op te zetten, zegt Barbara. Ik zie een mooi meertje daar beneden. Daar kunnen we goed kamperen. En ze lopen naar het meertje toe. Hier gaan we kamperen, roept Nijntje blij. Het is inderdaad een prachtige plek. Nijntje is nu erg moe. Wij zetten de tenten op, zegt Boris. Dan kan jij uitrusten, Nijntje, zegt Barbara. Ik ga niet uitrusten als jullie werken, zegt Nijntje. Ik ga water halen. Ik ga wel met je mee, zegt Barbara. Nijntje drinkt het koude water. Het is heerlijk. Als Boris en Barbara een vuur maken, kan Nijntje lekker worteltjessoep koken, zegt ze. Want Nijntjes moeder heeft verse wortels in haar rugzak gedaan. Dat is een goed idee, zegt Boris. Ik heb wat hout voor een vuur meegenomen in mijn rugzak. En ik heb brood, kommen en lepels meegenomen in mijn rugzak, zegt Barbara. Het wordt nu snel donker. Ze genieten van de heerlijke wortelsoep bij het kampvuur. Na het eten zijn ze allemaal erg moe. Ze wensen elkaar wel te rusten en kruipen in hun tent. Ze worden pas weer wakker door het geluid van de vogels en de eerste zonnestralen. Goedemorgen. Goedemorgen, Barbara, zegt Nijntje. Goedemorgen, zegt Boris slaperig. Ze pakken de tenten in en maken de kampeerplek goed schoon. Ze drinken nog wat water en lopen dan terug naar huis over de mooie heuvels. Kamperen is echt leuk,
zegt Nijntje tegen Boris en Barbara. Laten we snel nog een keer gaan. Nijntje speelt verstoppertje. Nijntje speelt met haar bal in de tuin als Knorretje komt aanrennen. Nijntje, Nijntje, roept Knorretje. Zullen we verstoppertje spelen? Dat is een leuk spelletje, Knorretje, zegt Nijntje. Maar we zijn maar met z'n tweeën. En dat is te weinig om verstoppertje te spelen. Kijk, Nijntje, daar is Snuffy. Laten we Boris en Barbara halen. Dan zijn we met z'n vieren en Snuffy kan kijken. Samen gaan ze naar het bos. Al snel komen ze bij het huis van Boris en Barbara. Dag Boris, dag Barbara. Als jullie klaar zijn met werken, willen jullie dan verstoppertje met ons spelen? Ja, zegt Boris. Wij willen best verstoppertje spelen. We zijn klaar met het zagen van de houtblokken, dus kunnen we nu spelen. Zullen we beginnen? Wie is hem? Nee, Snuffy, zegt Nijntje. Dat is niet eerlijk. Jij kunt zo goed ruiken dat het makkelijk is om ons te vinden. Jij mag kijken hoe we spelen. Ik ben hem eerst. Dan kunnen alle anderen zich verstoppen. Nijntje draait zich om en begint langzaam tot 10 te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. En ze begint te zoeken in het bos. Ondertussen rent Snuffy naar een boom en begint te blaffen. Boris komt achter de boom vandaan. Dat is niet eerlijk, Snuffy. Nijntje moet ons vinden. Dan komen Barbara en Knorretje ook tevoorschijn van achter de bomen waar ze zich verstopt hebben. Nu moeten we helemaal opnieuw beginnen, zeggen ze. Ja, zegt Nijntje. Jij bent hem helemaal niet, Snuffy. Je moet niet blaffen, hoor. Je moet stil blijven zitten en mij laten zoeken. Nijntje draait zich nog een keer om, doet haar ogen dicht en begint te tellen. Terwijl Boris, Barbara en Knorretje wegrennen om zich te verstoppen. Deze keer is Snuffy wel stil. Ik kom, roept Nijntje. En ze kijkt achter elke boom. Ja, ik zie je, Boris. En jou ook, Knorretje. Maar Nijntje kan Barbara niet vinden, waar ze ook kijkt. Waar zou die zijn? Ik ben bang dat Barbara verdwaald is, zegt Nijntje. Ik heb achter elke boom gekeken. Nu mag je wel blaffen, Snuffy. Help je ons om Barbara te vinden? Snuffy rent meteen naar een boom toe en begint te blaffen. Maar Barbara zit niet achter de boom. Snuffy blijft toch blaffen. Nu kijken ze omhoog en jawel, daar is Barbara. Ze staat op een tak helemaal boven in de boom. Wat een goede plek om je te verstoppen, zegt Nijntje. Zonder Snuffy had ik je nooit gevonden. Nijntje gaat vliegeren. Op een dag kijkt Nijntje naar buiten. En wat ziet ze? Een mooie vlieger in de lucht boven haar huis. Nijntje volgt het touwtje naar beneden om te zien wie er aan het vliegeren is. In de verte, helemaal aan de andere kant van het touw, staat Knorretje. En zo te zien heeft ze het prima naar haar zin. Nijntje pakt haar step en rijdt zo snel mogelijk naar het huis van Betje Big. Goedemorgen, Knorretje.
waar heb je die mooie vlieger vandaan? Ik zou er ook wel eentje willen hebben. Dat zou zo leuk zijn. Boris Beer heeft hem voor me gemaakt, voor mijn verjaardag. Boris is zo handig, hij kan bijna alles maken. Wil jij het touw vasthouden, Nijntje? Dan weet je hoe leuk het is om te vliegeren. Nijntje pakt het touw vast. Ze vindt het zo leuk dat ze bijna niet kan wachten tot ze een eigen vlieger heeft. Dank je wel, Knorretje, zegt Nijntje. Ik ga aan Boris vragen of hij ook een vlieger voor mij wil maken. Nijntje rijdt zo snel als ze kan met haar step door het bos. Als ze bij het huis van Boris is, vraagt ze hem of hij een vlieger voor haar wil maken. Net als voor Knorretje. Ja hoor, Nijntje, dat doe ik graag. Maar omdat je niet jarig bent, moet je me wel helpen. Maar ik weet niet hoe ik een vlieger moet maken. Maak je geen zorgen, Nijntje. Ik zal je laten zien hoe het moet. We zullen de vlieger samen maken, stapje voor stapje. Eerst neemt Boris twee dunne latjes. Een lange lat en een korte lat. Hij legt de korte lat dwars over de lange lat en houdt ze stevig vast. Nu kan Nijntje ze met een touw aan elkaar vastmaken. Dan spant Boris een lang stuk touw rondom de vier hoeken van de houten latjes. De vlieger is nu bijna klaar. Boris pakt rood gekleurd papier dat hij heeft uitgeknipt in de goede vorm. Nu moeten we het papier om het touw vouwen en vastplakken, zodat het vast blijft zitten. En de vlieger moet ook nog een staart krijgen. Nijntje pakt een paar stukjes gekleurde stof en bindt deze aan een nieuw stuk touw. Dit maakt ze aan de onderkant van de vlieger vast. Nu moeten we alleen nog een heel lang touw aan de vlieger vastmaken. Dan kunnen we naar buiten om te vliegeren. Nijntje houdt het touw stevig vast terwijl Boris de vlieger omhoog houdt. De wind blaast tegen de vlieger en de vlieger gaat omhoog. Hij danst in de lucht. Het ziet er prachtig uit. Opeens duikt de vlieger omlaag, midden in een boom. Nijntje trekt aan het touw, maar de vlieger zit vast. Hoe moeten we de vlieger nou uit de boom krijgen? Zegt Nijntje. Ze is erg verdrietig. Maar Boris klimt al in de boom. Hij maakt de vlieger los en laat hem op de grond vallen. Het bos is geen goede plek om te vliegeren, Nijntje. Er staan te veel bomen. Ik neem de vlieger mee naar huis, zegt Nijntje. Daar zijn niet zoveel bomen. Dank je wel voor de mooie vlieger, Boris. Nijntje neemt de vlieger mee naar huis. Dat is leuk. Nu zijn er twee mooie vliegers in de lucht. Eentje van Knorretje en eentje van Nijntje. En Nina op het strand. Op een dag gaat de bel bij Nijntje thuis. Opa en oma komen op bezoek. Dag Nijntje, zegt oma Pluis. We komen even op bezoek. Maar omdat het zulk mooi weer is, lijkt het opa en mij leuk om met jou naar het strand te gaan. Hoi, hoi, roept Nijntje. Ik ga met jullie mee. Wat een goed idee, zegt moeder Pluis. Ik zal boterhammen maken, zodat jullie kunnen picknicken. En jullie kunnen aan Nijntje vertellen hoe het strand vroeger was. Vader Pluis zegt... Ik breng jullie naar het strand met de auto. Daar gaan ze, in de auto van vader Pluis. Als ze aankomen, zegt opa Pluis... Toen wij jong waren, maakten we zandkastelen op het strand. Misschien kunnen we er vandaag ook een maken. Ja, zegt vader Pluis. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Laten we met z'n allen een zandkasteel bouwen. Ik heb het ook gedaan, zegt oma Pluis. Ik weet nog dat je nat zand moet gebruiken. Nijntje pakt haar emmer
en loopt naar de zee. Ze schept nat zand in de emmer en neemt hem dan weer mee terug. Dat doet ze een paar keer. Want er is veel zand nodig om een mooi kasteel te maken. Wat een prachtig kasteel. Net als het kasteel af is, komt Nina voorbij. Zullen we met de bal spelen? Vraagt Nina. Ja, dat is goed, zegt Nijntje. Niet te ver gaan hoor, zegt vader Pluis. Anders verdwalen jullie. We verdwalen niet, vader, zegt Nijntje. Want we weten dat jullie bij het zandkasteel zitten. Nijntje en Nina rennen weg en schoppen tegen de bal. Ze zijn al snel een heel eind weg. Dan wordt het vloed en het water komt steeds hoger. Oh, zegt oma Pluis. Het water komt wel heel dicht bij ons zandkasteel. We kunnen beter wat hoger gaan zitten. Maar het water komt zo dichtbij dat het mooie zandkasteel wordt weggespoeld. Nijntje en Nina zijn moe en lopen terug. Waar is iedereen, Nijntje? Vraagt Nina. Ik zie ze niet. Maak je geen zorgen, Nina, zegt Nijntje. Ze zitten vlak bij ons zandkasteel. Maar als Nijntje om zich heen kijkt, ziet ze het zandkasteel niet meer. Ze weet niet dat de zee het heeft weggespoeld. Nijntje en Nina lopen langs het strand. Waar is het zandkasteel? Zegt Nijntje. Misschien zijn we toch verdwaald, Nina? Nijntje, Nina, hier zijn we. Het werd vloed en toen heeft de zee het zandkasteel weggespoeld. En Nijntje zegt, het is maar goed dat onze huizen niet van zand zijn gemaakt. Gelukkig hebben ze elkaar toch weer gevonden. De step van Nijntje. Op een dag is Nijntje erg opgewonden. Oma en opa Pluis komen op bezoek en dat is altijd leuk. Opa heeft een groot pak meegenomen. Vader en moeder laten opa en oma binnen. Dag oma, dag opa. Ik ben zo blij om jullie te zien. Wij zijn ook blij om jullie te zien, zegt oma Pluis. En we hebben iets meegenomen voor Nijntje, zegt opa. Ik heb het speciaal voor haar gemaakt in mijn werkplaats. Wat is het? Vraagt Nijntje. Mag ik het nu openmaken? Nijntje pakt voorzichtig het cadeau uit. Het is een prachtige, felgekleurde houten step. Wat mooi, roept Nijntje. Met een klein mandje erop. Daar kan ik mijn bier in zetten. Dank je wel. Wat een mooi cadeau, opa. Nijntje wil meteen gaan steppen. Laten we naar de speeltuin gaan. Daar is genoeg ruimte, Nijntje, zegt vader Pluis. Ik ga met je mee. Nijntje kan al heel goed steppen, met haar beer voorop in het mandje. Vader Pluis moet hard rennen om haar bij te houden. Vind jij het ook zo leuk, beer? Vraagt Nijntje. En het lijkt alsof beer ja knikt. Als Nijntje en vader bij de speeltuin komen, is Nina daar aan het spelen. Dag Nina, zegt Nijntje. Dag Nijntje. Wat een mooie step, zegt Nina. Die heeft opa voor mij gemaakt in zijn werkplaats.
zegt Nijntje. Wil je ook even steppen? Oh ja, Nijntje, graag, zegt Nina. Eerst moet je aan mijn beer vragen welke kant hij op wil. Ik denk dat hij een rondje door de speeltuin wil. Goed, zegt Nina. Zeg beer, zullen we een rondje door de speeltuin steppen? Dan breng ik je daarna weer veilig terug. Nijntje kijkt Nina na als zij wegstept. Ze kan bijna niet wachten tot Nina weer terug is. Ze vindt haar nieuwe step ook zo leuk. Daar is Nina alweer. Wat een mooie step, Nijntje, zegt Nina. Ik ga aan mijn vader vragen of hij ook een step voor mij wil maken. Dan kunnen we samen steppen. Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. En vrolijk stept ze weer naar huis. Opa Pluis vindt het fijn dat Nijntje de step zo leuk vindt. De volgende keer, als Nijntje en haar vader naar de speeltuin gaan, heeft Nina net zo'n mooie step als Nijntje. En Nina heeft haar beer ook meegenomen. Nijntje, Nina en de twee beren steppen samen de hele middag vrolijk door. Nijntje bakt een taart. Wat heb jij toch veel gereedschap, opa? Zegt Nijntje. In opa's werkplaats hangen hamers, een zaag en nog veel meer gereedschap. Wil je me laten zien hoe ik iets kan maken met gereedschap, opa? Vraagt Nijntje. Oma Pluis is verbaasd. Ik dacht dat je met mij een taart zou bakken vandaag, zegt ze. Er zijn zoveel leuke dingen te doen als Nijntje bij haar opa en oma op bezoek is, dat ze niet kan kiezen wat ze eerst zal doen. Oma kan je leren hoe je iets moet bakken in de keuken, zegt opa. En ik zal je leren hoe je iets kunt maken met gereedschap. Eigenlijk is het hetzelfde, zegt oma Pluis. Of je nu zelf een taart bakt of een boekenkast maakt. Je moet leren om bepaalde dingen bij elkaar te doen. Ik weet het al, zegt Nijntje. Ik bak een taart en ik maak een houten doos om de taart in te doen. Wat een goed idee, zegt opa Pluis. Ga eerst de taart maar bakken, dan weten we ook hoe groot we de doos moeten maken. En dan neem ik alles straks mee naar huis, zegt Nijntje. Nijntje gaat met oma naar de keuken. Ze zet alles wat ze nodig heeft om een taart te maken op tafel. Eerst meten we precies genoeg bloem af en zeven die boven een grote schaal, zegt oma Pluis. Daarna bakken we precies genoeg eieren, melk, suiker en chocoladepoeder. En dan roeren we alles in de juiste volgorde door elkaar. Nijntje gebruikt speciale maatbekers om precies genoeg van alles te krijgen. Het staat allemaal in het kookboek van oma. Nu alles door elkaar roeren en het beslag is klaar. Nijntje doet het beslag in een ronde bakvorm. Ze meet de bakvorm nog even met de liniaal van oma en dan gaat de taart in de hete oven. Nu is het tijd om de doos voor de taart te maken. Ze vertelt opa precies hoe groot de taart wordt. En opa laat haar zien hoe ze met dezelfde liniaal het hout kan meten voor de doos. Nijntje zet een streep op het hout op de goede plek. En ze gebruikt een van opa's klemmen om het hout vast te zetten op de werkbank. Door de klem blijft het hout stevig op zijn plaats, zodat opa de planken kan zagen.
Nijntje vindt het leuk om opa te zien zagen. Heen en weer en heen en weer, totdat het hout doormidden is. Nu heeft Nijntje stukken hout voor de bovenkant en de onderkant van de doos en ook voor de vier zijkanten. Ze pakt een hamer en wat spijkers en samen met opa timmert ze de doos in elkaar. Als de doos klaar is, ruikt Nijntje iets heel lekkers. De taart is klaar, roept oma Pluis uit de keuken. De baktijd is om. Wat een mooie taart. En wat ruikt het lekker als oma hem uit de oven haalt. Kijk, zegt opa Pluis. Hij past precies. Als Nijntje later thuis komt, is ze erg trots. Ze heeft geleerd dat je door de juiste dingen bij elkaar te doen en heel precies te werken, je een lekkere taart kunt bakken en een prachtige doos kunt maken. En vader en moeder Pluis, die zijn ook erg trots op Nijntje. Nijntje en het zomerfeest. Op een mooie zomerdag legt Boris Beer stenen in een kring. Hij wil een kampvuur maken en Barbara verrassen met een picknick op de berg. Als hij klaar is met de stenen, gaat hij het bos in om hout te zoeken voor het vuur. Op hetzelfde moment zegt Betje tegen haar nichtje Knorretje: het is zo'n mooie dag. Zullen we gaan picknicken op de berg? Ja, leuk, zegt Knorretje. Laten we veel wortels meenemen. Intussen hebben moeder en vader Pluis precies hetzelfde idee. Wat een lekker weer, zegt Nijntjes moeder. We kunnen wel op de berg gaan picknicken. Hoi, hoi, zegt Nijntje. Ik ben dol op picknicken. Zullen we tante Trein ook meevragen? Ja, dat doen we, zegt vader Pluis. En tante Trein bakt altijd van die lekkere taarten en koekjes. En zo zijn alle vrienden van plan te gaan picknicken, maar niemand weet het van elkaar. Boris komt terug uit het bos met zijn armen vol met hout. Hij legt het hout midden in de kring van stenen. Voor ik vuur maak, ga ik eerst Barbara halen, denkt hij. Ze zal blij zijn als ik haar verras met een picknick. Als Boris weggaat, komen Betje en Knorretje net aan boven op de berg. Ze zoeken een goede plek om te picknicken. Kijk, zegt Knorretje, dit is een goede plek, want daar liggen al stenen en hout voor een kampvuur. Kunnen we dat gebruiken? Ik weet het niet, Knorretje, zegt Betje. Ik denk dat het van iemand anders is. Maar dan zien ze Nijntje en haar ouders de berg opkomen. Ze dragen een grote picknickmand. Kijk, tante Trein en Snuffy zijn er ook bij. Zij hebben vast deze plek gemaakt voor het kampvuur. O, kijk, zegt moeder Pluis. Betje en Knorretje zijn er ook. En ze hebben alvast een plek voor het vuur gemaakt. Mogen we meedoen? Vraagt Nijntje. Natuurlijk, zegt Betje. Het is tenslotte jullie kampvuur. Nee hoor, zegt vader Pluis. Het is niet van ons. Maar van wie is het dan? Vraagt Betje. Boris is intussen thuisgekomen. 'S Ochtends heeft hij al stiekem allemaal lekkere dingen voor de picknick ingepakt en in zijn werkplaats verstopt. Nu komt hij de picknickmand ophalen. Barbara, ik heb een verrassing voor je. We gaan picknicken. Kom maar mee. Boris en Barbara wandelen de berg op. Ze horen allemaal stemmen. Wat een leuke verrassing, Boris, zegt Barbara. Je hebt al onze vrienden uitgenodigd om op deze mooie dag samen te picknicken. Boris lacht een beetje en zegt: welkom allemaal op onze picknick. Nu ga ik het vuur aansteken. Aha, zegt vader Pluis. Aha, zegt Betje. Aha,
zegt Nijntje. Dus jij had deze plek gemaakt voor het kampvuur, Boris, zegt Tante Trein. Wees je voorzichtig als je het vuur aansteekt. Natuurlijk, zegt Boris lachend. Ze gaan met z'n allen rond het kampvuur zitten en genieten van een heerlijke picknick op deze mooie dag. Nijntjes dansgroep. Op een dag is Nijntje erg vrolijk. Want na school gaat ze met haar dansgroep bij Tante Trein een nieuwe dans leren. Als de school uit is, verzamelen ze buiten in de speeltuin. Daar is Willemijn. Zij kan prachtig op één been dansen. En daar is Nina. Zij kan heel goed rondjes draaien. Maar waar is Knorretje? Vraagt Nijntje. Zij springt het hoogst van ons allemaal. Daar komt Knorretje aan. Maar ze springt niet. Ze hinkt een beetje. Dag Knorretje. Wat is er gebeurd? Waarom hink je zo? Zegt Nijntje. Een ongelukje in de speeltuin, zegt Knorretje. Ik viel van de glijbaan en toen heb ik mijn enkel verzwikt. Op dat moment komt Nijntjes moeder voorbij rijden. Maak je geen zorgen, Knorretje, zegt Nijntje. Je hoeft niet te lopen. Mijn moeder kan je met de auto naar Tante Trein brengen. En die weet wel hoe we je enkel beter kunnen maken. Ja, zegt Nijntjes moeder. Stap maar gauw in, Knorretje. En weg zijn ze met de auto. Nijntje, Nina en Willemijn gaan lopen. Ze nemen de korte weg, dwars door de velden. En zo komen ze allemaal tegelijk aan bij het huis van Tante Trein, bovenop de heuvel. Ik vroeg me al af waar jullie bleven, zegt Tante Trein. Als ze hoort dat Knorretje pijn aan haar enkel heeft, weet ze precies wat ze moet doen. We doen een natte doek om je enkel, Knorretje. Dan wordt je enkel niet zo dik, zegt Tante Trein. En dan ga je in een stoel zitten met je been op het kussen. Arme Knorretje. Haar enkel doet nu geen pijn. Maar ze is wel verdrietig omdat ze niet mee kan dansen. Nijntje, Willemijn en Nina oefenen hun deel van de dans. Maar ze vinden het jammer dat Knorretje niet mee kan doen. Niet zo treuren, zegt Tante Trein. Ik heb een speciaal zalfje op Knorretjes enkel gedaan. En met een beetje geluk kan ze volgende week toch meedoen aan de uitvoering. Het is de avond van de voorstelling. En iedereen is benieuwd of Knorretje haar sprongen wel kan maken. Het gordijn gaat open en de muziek begint. Eerst komt Willemijn op. Kijk, ze danst op één been. Dan komt Nina. Wat een mooie rondjes. En Nijntje danst als een prachtige zwaan. Nu is het de beurt van Knorretje. Willemijn houdt haar adem in. Nina doet haar ogen dicht. En Nijntje doet een wens. Daar komt Knorretje en ze maakt 3 grote sprongen over het podium. Iedereen juicht. En Knorretje zegt blij, het deed helemaal geen pijn, dankzij Tante Trein. Wedstrijd van Boris. Op een dag rent Nijntje van school naar huis. Maar Snuffy rent haar voorbij en is als eerste bij de deur. Jij kan veel harder rennen dan ik, Snuffy, zegt Nijntje. Ik kan beter maar geen wedstrijdje met jou doen.
En ineens krijgt Nijntje een idee. Ik ga een wedstrijd houden met al mijn vriendjes. Wie het hardste loopt, die wint. En jullie kunnen dan komen kijken. Eerst belt Nijntje met haar vriend Boris Bier. Boris, zegt ze, ik wil een hardloopwedstrijd houden en nu heb ik vlaggen nodig om de richting aan te geven. Boris zegt, nou, ik kan niet zo goed hardlopen, maar ik maak graag de vlaggen voor je. Dan belt Nijntje haar andere vriendjes om ze over de wedstrijd te vertellen. Als de grote dag aanbreekt, heeft Boris alle vlaggen klaar. Hij zet iedere vlag in de grond om de richting aan te wijzen. Een blauwe vlag, een gele vlag, een rode vlag, een groene vlag en de laatste, een witte vlag. Alle hardlopers staan aan de start. Nijntje, Aagje, Nina, Knorretje en Boris. Barbara houdt de startvlag omhoog en ze roept, klaar voor de start, af! Ze zwaait met de vlag. Daar gaan ze. Ze rennen zo hard als ze kunnen. Wie gaat er winnen? Eerst komen ze langs de blauwe vlag. Aagje rent voorop. Boris probeert ook heel hard te rennen, maar hij is het niet gewend. En al snel loopt hij helemaal achteraan. Nu komen ze langs de gele vlag en ligt Knorretje voorop. Daar is de rode vlag al. Nu is het Nina die vooraan loopt. Maar het is Nijntje die als eerste bij de groene vlag aankomt. Intussen zijn vader en moeder Pluis naar de wedstrijd komen kijken. Maar ze zetten hun auto precies voor de witte vlag. Alle hardlopers stoppen ineens, want ze zien geen vlag staan. Ze weten niet welke kant ze verder op moeten rennen, omdat de laatste witte vlag onzichtbaar is. Die is verstopt achter de auto. Als ze allemaal stilstaan en om zich heen kijken, komt Boris eraan. En hij haalt ze allemaal in. Hij hijgt en puft en is helemaal buiten adem. Maar Boris rent door tot over de eindstreep. Barbara zwaait met de vlag. Je hebt gewonnen, Boris, roept ze. Wat goed van je. Dan rijden vader en moeder Pluis met de auto verder om de winnaar te feliciteren. Als ze wegrijden, zien de anderen ineens de laatste witte vlag. Nu rennen ze weer zo hard als ze kunnen verder. Nijntje rent als eerste over de eindstreep. Maar ze is natuurlijk veel later dan Boris. Boris, hoe wist jij nou waar de eindstreep was? Vraagt Knorretje. Niemand van ons wist het. Nou, ik wist waar de witte vlag stond, omdat ik hem er zelf heb neergezet, zegt Boris. Maar Boris, zegt Barbara, dan heb je niet eerlijk gewonnen. Maar ik deed helemaal niet mee om te winnen, zegt Boris. Ik rende gewoon mee voor de lol. Nijntje is de echte winnaar. En nu juichen en klappen ze allemaal. Wat een leuke wedstrijd!